Daar zijn we dan weer met een nieuwe NEC-update. Je kunt beter zeggen, we zijn weer terug met de NEC-update. Want we gaan weer beginnen. Zondag staat de eerste competitiewedstrijd weer op het programma van dit nieuwe seizoen. Hier thuis achter mij in de Goffert is Excelsior de tegenstander voor NEC. En dat moet ook weer fijn zijn voor de trainer dat we eindelijk gaan beginnen. Daar ben ik blij mee. Ik heb er zin in. En ben ook benieuwd hoe we ervoor staan uiteraard. Maar het is altijd leuk om weer te beginnen. Ja, je zegt, je bent benieuwd hoe je ervoor staat. Je hebt natuurlijk de voorbereiding gehad. Hoe kijk je daarop terug? Nou, uiteindelijk met een goed gevoel, omdat een voorbereiding is om fitter te worden en om elkaar te wennen. Om nieuwe jongens in te passen. Nou, ik denk dat alle drie dingen zijn die geluk zijn. En uiteindelijk is bijna iedereen fit voor deze wedstrijd. Op Philip Sandler naar, is iedereen fit. Dus ja, dat is ook altijd een uitgangspunt. Dus wat dat betreft kijk ik tevreden terug. Alleen, het gaat om de competitie en dan is het altijd de vraag hoe je ervoor staat. Ja, je zei die voorbereiding, in principe kijk je er wel goed op terug. Maar toch had je elke keer niet echt een hele fitte, helemaal fitte selectie. Dat maakt het natuurlijk ook lastig. Ja, maar dat is denk ik overal. Ik bedoel, ik denk dat niemand, geen enkele trainer zijn selectie vanaf begin tot einde voorbereiding compleet heeft gehad. De een heeft misschien een wat grotere selectie gehad, waardoor je misschien wat makkelijker in trainingen grotere partijen kan spelen. Alleen, ik denk dat het een utopie is om te denken dat iedereen compleet is geweest. En wij hebben genoeg kunnen doen, zeker fysiek. En de laatste weken hebben we ook nog veel meer aan de speelwijze kunnen werken. Dus ik denk dat we daar al best een stap in gemaakt hebben. Ja, en dan die voorbereiding van NEC. Hè. Je kunt zeggen, we zijn ongeslagen geweest hier. Dat klopt. Maar kijk even ook naar de tegenstanders waar je tegen hebt gespeeld. Maar het is toch wel een lekker gevoel. En je kunt als trainer toch het een en ander uitproberen. En wat vooral opviel, was de rol van Mattsson. Positieve zin natuurlijk op. Speelde op het middenveld. Heeft ook een aantal keren gescoord. Kortom, heeft hij er weer zin in? Ja, ik heb zin in de zondag. Zin in. Ja, je zegt, je voelt je fris. Zo zie je er ook uit op het veld ook. Ik zie een beetje een andere Mattsson als vorig seizoen. Wat is er gebeurd? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik speel misschien in een andere positie nu. Ik speel op de 10 plek, dus dat is een grote verschil. Ja, je zegt, je speelt nu op 10. Dat past dus meer bij je? Ja, ik vind het prima. Ik vind het heel lekker om altijd op de 10 plek te spelen. En bij de 16 lijn. En ja, ik kan misschien een beetje meer schieten en ben meer bij de goal. En ja, ik voel me lekker daar. Ja, dat bleek wel in de voorbereiding, want je maakte toch wel wat doelpunten. Ja, dat zie je wel. Maar pre-season doelpunt is goed, maar ik wil eigenlijk liever in de competitie scoren. Dus zondag is nu niet belangrijk. Ja, iemand wie ik net sprak, Mattsson, die heb je op 10 veel laten spelen. Dat bevalt hem. Nou ja, dat doet hij hartstikke goed. En die vult dat op een goede manier in. Is ontzettend bedrijvig, veel energie. Heeft een aantal doelpunten gemaakt daarin. En vult het op de manier in zoals het op dit moment denk ik goed is voor het elftal. En het heeft hem veel vertrouwen gegeven. Dat zie je in de training en in de wedstrijden. Dus voor hem ook een mooi begin zondag. Ja, en dan die eerste wedstrijd hier thuis tegen Excelsior. Is dat een ploeg? Is dat lekker om daar mee te beginnen? Dat weten we pas. Maakt het voor jou niet zo heel veel uit? Nee, kijk, we zijn vorig jaar, de vorige twee jaar begonnen tegen Ajax. Volgens mij thuis, Ajax uit Twente thuis. Het zijn dan twee topploegen zo gezegd. Nu spelen we tegen een ploeg die het vorig jaar moeilijk had op het einde. Alleen het is een nieuwe start en in het begin is het altijd even wennen weer. En, dus daar kijken we wel naar uit. Alleen achteraf kan ik pas zeggen of het een goede tegenstander voor ons was. Alleen wij willen wel graag winnen thuis, dat is logisch. Hebben sommige spelers het lastig voor je gemaakt in de voorbereiding? Omdat je nu wat keuzes moet maken. Als je kijkt naar Kelvin Verdonk achterin die het goed heeft gedaan. Ten opzichte van een Ros. Is dat lastig voor een trainer? Tuurlijk. Of fijn? Ja, dus in beginsel is het fijn. Omdat het anders is het billen knijpen op de bank. Van oké, wat er gebeurt als iemand uitvalt. En het is ook gewoon wat hoort bij deze sport. Je bent individueel bezig, maar ook een team. Dus uiteindelijk spelen de 11. En de jongens die niet beginnen, die moeten zich klaarmaken om erin te komen. En voor mij is dat niet lastig, maar voor een speler soms wel. Ja, en dan zitten we nog midden in de transferperiode. Dus al de competitie begint. Maar er kunnen nog spelers bij, er kunnen nog spelers weggaan. En er zijn natuurlijk nog wel wensen bij NEC voorin nog wel. Of blijft Tafsan, of gaat hij toch nog weg? Ik vraag het eventjes aan de trainer. Ja, de een zal ook met het ander te maken hebben soms. En Van Tafsan is bekend dat hij een transferwens heeft. Dat is tot nu toe nog niet uitgekomen.
Dus ja, daar zijn nog een aantal weken, wat is het, 11e vandaag volgens mij. Dus we hebben nog een aantal weken voor, of een kleine 3 weken. Dus ja, we moeten het afwachten en misschien krijgen we er ook nog wel iets bij. Voorin nog iets bij, denk ik. Ja, weet je, zeker ook als Elias zou vertrekken, ja, dan zou je wel aan de zijkant die je zeker moeten versterken. Dus daar kijken we naar en daar zijn we mee bezig. En ja, wacht het rustig af. Maar zondag gaat het dan weer eindelijk beginnen. Gaat het echt van start. De wedstrijd zondag is om 12:15. Dan zal hier weer een uitverkocht Goffertstadion zijn. En kun je er niet bij zijn. Misschien nog wel op vakantie. Kan natuurlijk zomaar. Onze collega's van RN7 Radio, die zijn er wel bij. Die zullen het weer live gaan verslaan. Dus dan hoef je daar niks van te missen. Het laatste nieuws rondom NEC volg je op mijn Twitter of Instagram account. Volg me daar eventjes. Heb je ook extra video's wie ik daar laat zien. En wij zijn er natuurlijk heel snel weer met een nieuwe NEC-update. Veel plezier bij de eerste wedstrijd. Ja, ik voel me klaar. Ja.